De NVEBS is bezig de gasopslagcapaciteit voor liquefied petroleum gas LPG te Oegane-Livorno uit te breiden met 800 metrieke ton. In dit project zijn ook de benodigde LPG-pompen en instrumentatie inbegrepen. In verband met de veiligheid worden tegelijkertijd een brandbeveiligingssysteem inclusief brandbluspomp geïnstalleerd. De import van LPG is ongeveer 25.000 metric ton per jaar. LPG wordt in haast alle huishoudens als kookgas gebruikt. Oegane levert jaarlijks ruim 1 miljoen gascilinders aan zowel huishoudens als industriële klanten. De expansie is dus noodzakelijk om in de toenemende vraag naar LPG, kookgas, te kunnen voorzien. Op het bedrijfsterrein van het gasbedrijf staan er momenteel 5 LPG-tanks met een totale opslagcapaciteit van 1550 metrieke ton. De uitbreiding met 3 tanks biedt opslagcapaciteit van zo'n 800 metrieke ton. De totale capaciteit na installatie van deze 3 nieuwe tanks komt dan op 2350 metrieke ton. Deze investering is geraamd op $5.2 miljoen en stelt de toenemende vraag naar LPG voor de komende 10 jaar veilig. De voordelen zijn als volgt. We kunnen voldoen aan de toenemende vraag van LPG voor de komende 10 jaar van de samenleving. We kunnen voorzien in de behoefte, in de toenemende behoefte van de staatsolieraffinaderij. En bovendien hebben we ook een buffer, een standby buffer beschikbaar voor de staatsolieraffinaderij. Mocht het zijn dat de staatsolieraffinaderij een plant shutdown hebben, dan hebben ze dus in korte tijd veel LPG nodig om de plant op te starten. En het voordeel wat eigenlijk de uitbreiding heeft voor de gascompany zelf, is dat we in staat zijn om requalificaties van onze bestaande opslagtanks te verrichten. Requalificatie is niets anders dan het onderhouden van die tanks, het leeghalen van die tanks, reparaties verrichten waar noodzakelijk, de afsluiters vervangen, etc. Het constructiebedrijf Hokus is na een aanbesteding aangetrokken om de fundatie van deze gasopslagfaciliteit te bouwen en de afdeling Project Engineering is belast met de directie en het toezicht op dit project. Delen van de tanks die in India zijn gebouwd door het bedrijf BNH Gas Tanks zijn intussen gearriveerd in Suriname en zullen binnenkort worden geïnstalleerd door dit bedrijf. Ter voorbereiding van dit project is er heel wat werk verricht. Heel wat civiel technische werk verricht. Als eerste zijn we gestart met een sonderingsonderzoek om de grondgesteldheid te bepalen. Daarna hebben we dus het land voorbereid en vervolgens hebben we de palen, de heipalen geheid ten behoeve van het opzetten van de tankfundatie. En andere bijkomstige werkzaamheden die verricht zijn is het opzetten van de workshed. Het pompenhuis die wordt momenteel uitgevoerd. Het treffen van de bouwstroom, voorzieningen voor de bouwstroom, die is reeds al in place. Naar verwachting zijn de tanks het tweede kwartaal van 2018 operationeel. De huidige uitbreiding zal de toenemende vraag naar LPG in Suriname tot en met 2028 kunnen accommoderen.